Breda Nu. Je weet het meteen. Hallo, wij staan hier voor het NAC-stadion, waar zo meteen de ondertekeningen zullen plaatsvinden voor het project Niemand Buitenspel. We gaan een kijkje nemen. Wij zitten hier vandaag voor een project wat valt onder onze pijler educatie en participatie. Het project Niemand Buitenspel. Niemand Buitenspel, eventjes voor en ieder, de invulling van het project is iets anders dan dat het ooit is geweest. Het project, de naam bestond hier al, Niemand Buitenspel, en was vooral dat een jobcoach bezig was om te kijken hoe kandidaten met afstand tot de arbeidsmarkt bemiddeld konden worden naar een betaald baan of een vervolgopleiding. Ook eerst ga ik nog het woord even willen geven aan Marianne de Bie, wethouder werk en inkomen van de gemeente Breda. Dankjewel. Ja, over het project hoef ik niks meer te vertellen. Dat hebben jullie allemaal gehoord, maar dat is ook niet belangrijk. Hartstikke gefeliciteerd, want jullie krijgen een hele mooie kans. En die zou ik met beide handen, dat doen jullie ook, aannemen. Je zou bijna zeggen van, er zijn misschien wel jongeren in Breda die denken van, nou doe mij ook gewoon even een tijdje werkloos, dan kan ik bij NAC werken. Maar zo werkt het natuurlijk niet, dat realiseer ik mij heel goed. En ik ga er volledig vanuit dat jullie vooral heel veel zin hebben om straks echt aan het werk te gaan. Maar dat jullie deze kans grijpen. Om daar gewoon mooie stappen in te zetten. En wat is er dan leuker om dat te doen in een hele innoverende, energieke omgeving. Dan is het moment daar dat we de ondertekening officieel gaan maken. Dan wil ik even vragen of Harry en Remco plaats willen gaan nemen op de grotere stoelen. Kunnen we? Ja. Kijk even alles hier op. Wat houdt dit project in? Het project houdt in dat jongeren die op dit moment werkloos zijn, 3 maanden de kans krijgen om werkervaring op te doen bij NAC. Zij gaan werken bij de afdeling facilitaire dienst. Gaan ze 3 dagen in de week werken en daarnaast worden ze echt intensief gecoacht in het opstellen van hun cv. Om hoe ze zich kunnen oriënteren op de arbeidsmarkt, zodat ze uiteindelijk gewoon een reguliere baan gaan vinden. Wat ik verwacht is dat de jongeren, doordat ze hier kunnen werken in een hele innoverende en leuke omgeving, dat ze weer werkritme opdoen, dat ze hun eigen talenten herontdekken, dat ze weer leren van elkaar, van waar ze goed in zijn en waar ze minder goed in zijn. En wat voor hen dus van belang is om gewoon goed te kunnen solliciteren op een baan in het reguliere bedrijfsleven. Oké, wat verwacht je van dit project? Ten eerste groot succes sowieso. En om zo snel mogelijk aan een goede betaalde baan te komen eigenlijk. Ja, en waar kijk je het meest naar uit? Er zijn heel veel mogelijkheden binnen NAC. En zoals dit project begint, Niemand Buitenspel, dan ja, vanuit hier kan je alle kanten op natuurlijk. Dan kan je een opleiding volgen of kan je gewoon verder werken of aan een bepaalde betaalde baan komen. Dus je weet maar nooit wat kan gebeuren natuurlijk. Oké, en Leon Aarsens, wat gaat u hier doen? Ik ben hier bij NAC verantwoordelijk voor alle zaken met betrekking tot veiligheid en facilitair. Dus heel het onderhoud van het stadion en het beheer van het stadion valt onder mijn verantwoording. En samen met Teamplay en Atea hebben wij dit project opgezet. En de facilitaire medewerkers van NAC die zullen deze mensen begeleiden in alle zaken die hier te doen zijn. Dus het schoonmaken van het stadion, maar ook het herstellen van het stadion, het bijhouden van ruimtes. Al dat soort zaken gaan deze jongens doen.